Lisbeth Spies, ja, fijn dat u er bent. Na een druk weekend, want ja, het was een zomerspektakel afgelopen weekend in Alphen aan den Rijn. We hebben hier zo naar uitgekeken. Dit is zo geweldig dat je gewoon in Alphen dit kan hebben. Ja, geweldig. Ja, want het was een spektakel, hè? De spierpijn van dansen, confetti al uit de haren. En het voorprogramma van Kraantje Papi mogen zijn. Dus ja, ja weet je, beter dan dat wordt het niet. Nee. En het is natuurlijk ontzettend tof dat zo'n 75.000 mensen dat festival hebben bezocht. Ja. Vrijdag moet je betalen. Zaterdag en zondag kan iedereen die niet voor een kaartje kan of wil betalen, ook naar een fantastische line-up. Ja. We hebben de Obstacle Run, we hebben zelfs een zomerdienst helemaal in... bijzondere omstandigheden beleefd. Dus het was feest in Alphen. Nou, dat is mooi. Ik ben er zelf geweest, dus ik kan erover meepraten. Wanneer was jij er? Want ik ben we hebben elkaar gemist. Zaterdagmiddag. Ik had graag een dansje willen wagen met u, maar helaas. Volgende keer hou weten. Het goed voor volgend jaar. Zeker. Wij zijn ook in uw gemeente de straat op gegaan om inwoners eens eventjes te vragen wat ze nou van u zouden willen weten. Oh jee. Ik ben van Molukse afkomst en ik heb een vraag naar de burgemeester. We hebben hier een zeeheldenbuurt. Dat moeten ze veranderen, die namen. We leven anno 2023 en je hoort ook steeds meer signalen, koloniaal, dit en dat. En mensen zitten er nog steeds mee. Ja. 300 jaar overheersing en noem het allemaal maar op. Dus die zeeheldenbuurt, misschien kunnen ze dat veranderen in zeeroversbuurt. Er zijn natuurlijk een hoop problemen momenteel wat ik gisteren zag op de Steek de Weg. Met al die aanplakbiljetten. En spandoeken vanwege de komst waarschijnlijk van de Oekraïners daar tijdelijk. Ja. En daar maken de mensen daar zorgen om. Maar ik vind ook wel dat die mensen ook een plek moeten hebben om tijdelijk te kunnen wonen hier. Dus dat vind ik wel belangrijk. Alleen ja, niemand wil het in zijn achtertuin hebben en dat vind ik eigenlijk wel jammer. Ja, twee vragen. Die spelen binnen de gemeente Alphen aan den Rijn. Allereerst maar eens even over die huisvesting van Oekraïners. Er was vorige week een informatiebijeenkomst. Het was best een pittige bijeenkomst. Zeker. Waar mensen echt wel kritiek hadden op de huisvesting. Gemoederen liepen hoog op. Had u die emoties verwacht? Nou, in de dagen daaraan voorafgaand zagen we de aantallen spandoeken op de Steekteweg groeien. En werden we ook via de mail natuurlijk wel door mensen bevraagd. Mm-hmm. Er waren zo'n dik 100 mensen op die informatieavond. En die hadden veel zorgen. En die hebben steeds gezegd, wij vinden dat de Oekraïense mensen een plek moeten krijgen. Misschien zelfs aan de Steekteweg, maar niet zo lang en niet zoveel. Ja. Er komt een tweede informatieavond. En we hopen dat we de vragen die daar gesteld zijn, dan inmiddels ook allemaal van antwoorden kunnen voorzien. Al die mensen krijgen die antwoorden ook schriftelijk thuisgestuurd. En daarmee kunnen we niet alle zorgen wegnemen, denk ik. Want die andere meneer die zei ook heel terecht. Ja. Ja, we zijn op zoek naar heel veel plekken voor heel veel mensen. Ja, zijn die plekken er in Alphen? Nou, of is het alleen de Steekteweg? Nee, er zijn heel veel plekken in Alphen aan de Rijn. Want we moeten plekken voor een asielzoekerscentrum. Mm-hmm. We zijn in Benthuizen en Hazerswoude-Dorp bezig met huisvesting van ook mensen uit Oekraïne, maar ook eigen mensen die al heel lang op de urgentielijst voor woningen staan. Ja. Dus wat we hebben gedacht, Alphen aan den Rijn is best groot, hè, 115.000 inwoners. Laten we nou in de stad Alphen dat als asielzoekerscentrum een plek proberen te geven. En in de dorpen daaromheen. Ja. Maar ook in huisvesting is die voor... discussie natuurlijk ook al geweest bij een informatiebijeenkomst. U krijgt eigenlijk elke keer te maken met, ja, niemand wil het eigenlijk in zijn achtertuin hebben. Hoe gaat u dat draagvlak creëren? Nou, dat draagvlak, kunnen we niet met een toverstapje creëren. We proberen wel de lasten zo eerlijk mogelijk te verdelen. Mm-hmm. Want we vinden dat elk dorp, ook in onze gemeente, een bijdrage kan en ook moet willen leveren. En omdat we juist ook eigen mensen in combinatie met mensen uit Oekraïne willen huisvesten, zijn deze tijdelijke locaties ook bedoeld voor eigen woningzoekenden. Die ook heel graag een keer bij vader en moeder weg willen en al heel lang op de lijst staan. Het vinden van locaties wordt steeds lastiger. En ja, ik hoop toch ook dat mensen een klein beetje zichzelf realiseren. Dat we de lusten en de lasten over de hele gemeente toch eerlijk proberen te verdelen. En dat ze goede buren gaan worden. Ja, er gaan nog wat informatiebijeenkomsten komen. Die zijn, als ik zo hoor, maar er gaan hard nodig ook besluiten genomen worden. Ja. Want we
moeten op een gegeven moment ook wel helder naar elkaar toe zijn. Mm-hmm. Want de tijd begint te dringen. Hè. We hebben een locatie aan de Noorderkerkring waar meer dan 200 mensen wonen. Mm-hmm. En die gaat eind van het jaar dicht. Ja. En we kunnen dus niet eindeloos iedere keer op zoek naar de locatie die volgens mij nog beter is, maar voor mijn buurman misschien weer niet. Ja. En dat moeten we doorbreken. Goed, dan was er een meneer die had ook een dringende oproep eigenlijk. De zeeheldenbuurt omtoveren in de zeerooversbuurt. Hè. Ja, hij worstelt duidelijk met alles wat er nog gebeurt rond het slavernijverleden. Ja. En er is een zeeheldenbuurt in Alphen. Ja, kunt u daar iets aan doen of wilt u daar überhaupt iets aan doen? Nou, deze meneer was van Molukse afkomst. Ja. Hè? En we hebben bijvoorbeeld voor de eerste generatie Molukkers nog niet zo lang geleden met de gemeenteraad besloten dat zij eeuwige grafrust krijgen. Mm-hmm. Juist ook om recht te doen aan dat stuk van hun geschiedenis wat Nederland niet goed heeft gedaan. En ik denk dat belangrijker dan de naamgeving van de zeehelden of de zeeroversbuurt is dat we met elkaar dat gesprek over onze geschiedenis op een goede manier voeren. Die geschiedenis kunnen we niet uitwissen. We kunnen wel benoemen wat toen fout is geweest. Ja. En proberen bijvoorbeeld juist dit jaar, waarin we 150 jaar slavernijverleden herdenken. Hè, 150 jaar geleden is slavernij afgeschaft. Dat we juist ook met Alphenaren die daar nog steeds de lasten van dragen, proberen daarover het gesprek te voeren. Ja, goed. Het blijft een gevoelig onderwerp. Hè? Is het ook. Ja, Moeten we ook niet onder de tafel poetsen, want het doet mensen nog steeds pijn. Ja. Ja, dan. Het is allemaal nieuw vandaag. U bent de eerste. De eer is er naar u. Het is wel mooi, hè? Het is prachtig geworden, ja. Dit. Ja. Maar we gaan altijd, als we met een burgemeester spreken, is er altijd een vraag van de gast van de week ervoor. Nou ja, er was nog geen burgemeester, u bent de eerste. Maar we hebben wel iemand gevonden die u even een vraag wil stellen. Je bent nu een aantal jaren burgemeester. Dat ben je met groot enthousiasme. Mijn vraag is, wat heb je zien veranderen in het ambt in de jaren dat je nu burgemeester bent? En gaat het erop vooruit waar het gaat om de vreugde die het ambt brengt? Ja, de commissaris van de Koning. Nou, het is nog steeds een prachtig ambt en een eer om burgemeester te mogen zijn. Zeker van Alphen aan de Rijn, omdat ik daar geboren en getogen ben. Het is zwaarder geworden. Corona, alle crisis, maakt dat er iedere keer meer taken op het bordje van de burgemeester zijn gelegd. En die meer bevoegdheden, daar vraag je zelfs niet altijd om. Maar die hebben we wel gekregen en die moeten we ook toepassen. En de omstandigheden waaronder we dat doen, de samenleving, is op dit moment wel heel snel aan het verharden. Ja. We hadden het net over die Oekraïners. Mm-hmm. Een jaar geleden stond iedereen klaar om ze een warm welkom te bereiden. En nu hangen de spandoeken en de wapens van Alphen aan de Rijn omgekeerd aan de Steekderweg. Ja. Dus de omstandigheden waaronder, de heftigheid van het maatschappelijk debat en hoe dat je je daar als burgemeester moet verhouden. Mm-hmm. Het is best een zware, mooie baan, maar ook een zware. Ja, maar ook persoonlijk misschien voor u. Want dat horen we natuurlijk ook. Hè? Bestuurders, politici. Ja, wie wordt er niet bedreigd tegenwoordig? Dat geldt zeker ook voor, hè, wat ik zeg, voor burgemeester, voor politici. Ja. Heeft u wel eens gedacht van, nou, dit gaat me te ver. Ik ga wat anders doen. Gelukkig niet. En ik hoop ook niet dat ik ooit zo ver hoef te komen. Wat ik wel heel ingewikkeld vind, is dat die negatieve uitingen, soms ook bedreigingen, zich niet alleen tot jou als burgemeester wenden, maar ook je thuis raken. Ja, in welk opzicht heeft dat u thuis geraakt? Nou, dat er mensen boos bij je aan de deur staan. Ja. En natuurlijk altijd op een manier, op een moment dat ik niet thuis ben, maar bijvoorbeeld onze dochters open doen. En die hebben er niet om gevraagd. En die mensen zijn echt verbaal agressief? Die zijn echt heel boos. Ja. Laten we daar maar niet over. Maar dat betekent wel dat ons huis in de camera staat. Ja. En dat is niet voor niks. Nee. En dat geldt voor heel veel collega's. Maar zijn collega's die zijn afgehaakt daarom. Ja, en gelukkig is dat voor mij nog niet het geval. En laten we alsjeblieft ook toch toewerken naar een klimaat waarin iedereen zijn werk kan doen. Niet alleen burgemeesters, maar ook politieagenten. Ook meesters en juffen op school. Ja. Ook treinmachinisten of buschauffeurs. Ja, het is van de zotte dat je je werk niet goed meer kunt doen omdat je bedreigd zou worden. En om het even helder te krijgen, om het maar goed af te sluiten. U zegt dat woordje nog niet, gebruikt u. Ik ben nog niet afgehaakt. Nee. Maar dat zit ook nog niet in de planning. Het zit helemaal niet in de planning en ik hoop dat het ook nooit zo ver hoeft te komen. Want ik ben per saldo heel gelukkig dat ik de burgemeester van Alphen aan de Rijn mag zijn. Dat is fijn. Bedankt voor uw komst. Graag gedaan.